Welkom bij de 15.4 Binnenlaten Biocast. We kijken naar de binnenkant en de wand van je darmen en je maag. En die lijkt heel veel op elkaar, maar toch zijn er verschillen. Dit stukje is de slokdarm, dit stukje de maag, hier zie je de dunne darm en hier zie je de dikke darm. Dit zijn de lengtespieren, dat zijn de kringspieren, die werken allebei samen aan de peristaltische bewegingen. Hier zie je een villus, dat is dus de dunne darm waar we naar kijken. En hier zie je de maag, de binnenkant met de verschillende lagen van de spieren en de slijmvliezen. Hier zie je het plaatje nog vergroot, de wand, een doorsnede daarvan. Hier een klein stukje daarvan, nog extra vergroot en we gaan nog wat verder kijken. Dan zie je een maagputje bovenin en die volg je naar beneden. In deze cel wordt pepsinogeen gemaakt. In deze cel worden H+-ionen en Cl-ionen gemaakt. En in de maag reageert dat tot HCl. En dat helpt pepsinogeen omzetten in pepsine. En pepsine zelf, met positieve feedback, zorgt ook weer voor die omzetting. Slijm wordt gemaakt in deze cellen. En dat beschermt de maagwand tegen het zoutzuur. Hier zie je de darmvlokken nog een keer. En we kijken hier naar een darmepiteelcel. Dit is de poortader en dit is een lymfevat. En daar komt vet bovenaan. Galzuren zouten komen erbij. Lipase komt erbij. En dat zorgt ervoor dat er micellen ontstaan. En die micellen die komen terecht op het darmepiteel. En in die micellen daar zitten afgebroken vetten. Monoglycerol en vetzuren. Lipoproteïnen komen daarbij als die opgenomen zijn. En dat zorgt ervoor dat de vetzuurtjes, die kunnen zo, als ze niet te lang zijn, de poortader in. En er ontstaan hier chylomicronen. En die chylomicronen, die kunnen worden opgenomen in het lymfevat nadat ze door exocytose zijn afgestoten. Je ziet hierboven oranje het lumen van de darm. En daaronder zie je de darmepiteelcellen. Die hebben een belangrijke taak bij het opnemen van glucose. De concentratie glucose in de darmepiteelcellen is echter hoger dan in het lumen van de darm. Maar gelukkig is de concentratie natrium in het lumen weer hoger dan in de cel. Daarvan wordt gebruik gemaakt door dit transporteiwit, die tegelijkertijd natrium en glucose transporteert. Glucose kan sowieso wel binden, maar als natrium eerst gebonden heeft, gaat de binding van glucose een stuk beter. Natrium bindt aan het jonken, aan het eiwit en de vorm verandert, zodat glucose makkelijker kan binden. En wanneer ze alle twee gebonden zijn, verandert het eiwit nog een beetje, zodat het open kan gaan en transporteert de natriumionen en de glucosemoleculen naar binnen. Natuurlijk kan glucose nu ook weer binden en zou er weer teruggetransporteerd kunnen worden. Maar omdat er veel minder natrium in de cel aanwezig is, is de kans dat dat gebeurt vrij klein. Dus komt er veel vaker het transport van buiten naar binnen voor dan andersom. Natrium bindt, conformatieverandering. Glucose kan nu veel beter binden, nog een verandering. Aan de andere kant ook een verandering door het binden van natrium. Glucose bindt nu, nog een conformatieverandering en het eiwit gaat open aan de andere kant. Dit was de 15.4 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.